Ik dacht te beginnen met de aanspreking een goeiemorgen. Deze morgen, dames en heren taalminnaars. Dan hoort u meteen dat ik, hoe hard ik ook mijn best doe, dat ik de Nederlandse G, zeker als West-Vlaming, niet zo goed uitgesproken kreeg, maar we doen ons best. Laten we zoals bij elk verhaal beginnen bij het begin en laten we ter ere van een eeuwenoude verteltraditie, want ik ben tenslotte ook romanschrijfster, aanvangen met de woorden er was eens. Er was eens een meisje uit Tielt, West-Vlaanderen, dat Anne Kramer heette. Ze had nog kortere haren dan vandaag het geval is, want zo vond haar moeder, als je naar de coiffeur gaat, Vlaams voor kapper, zorg er dan op zijn minst voor dat de knipbeurt zijn geld waard is. Jawel, dames en heren, ook in Vlaanderen kunnen we of kunnen moeders soms zuinig zijn. Die zeer kort geknipte jonge versie van mezelf kreeg in het zesde leerjaar tijdens de les Nederlands twee lijsten onder ogen. In de linkerkolom rode woorden met daarboven in hoofdletters Vlaams. In de rechterkolom groene woorden met daarboven in hoofdletters Nederlands. De groene lijst moesten we uit het hoofd leren, zo droeg de juf ons streng op. De Vlaamse woorden moesten we voorgoed vergeten, want die waren fout, fout, fout. Zeg niet autostrade, dreunde ze, maar autosnelweg. Niet zetel, maar fauteuil. Niet nonkel, maar oom. Oom, dacht ik, zou mijn nonkel André, wanneer hij zijn tweede westmalle trippel aan zijn lippen zette, het niet uitproesten wanneer ik hem plots aansprak met oom André? Ik was pas 12, maar ik had toen al een vreemd gevoel bij een lijst die het taalidioom waarmee ik was opgegroeid verketterde. Als niemand in Vlaanderen oom zegt, waarom zouden wij dat woord dan moeten gebruiken alleen omdat jullie, de Nederlanders, dat deden? In het weekend nam ik, 12 jaar, korte haren, de proef op de som. Ik ging naar de lokale superette en ik vroeg een winkelbediende waar ik de, ik weet niet precies hoe ik het uitsprak, ik weet het nog steeds niet, jam of jam, kon vinden. Ze keek me aan met ogen die bijna zo groot waren als de deksels op onze Vlaamse pottekesconfituur. Jam, zei ze, dat ken ik niet, ze. Zelf liep ik zo rood aan als de frambozenconfituur die ik daarna mee naar huis nam, waar ik niettemin, braaf, de lijst met foute Vlaamse woorden uit het hoofd leerde. Toen ik jaren later en volwassen zou lezen over het Vlaamse taalkundige minderwaardigheidscomplex, dacht ik meteen terug aan de rood-groene lijst. Hoe kun je mensen enig taalbewustzijn bijbrengen als je hen als kind al leert dat een deel van hun eigen woordenschat minderwaardig is, gewoon omdat een zelfverklaarde culturele elite in taalkundige ivoren torens dat nu eenmaal zo heeft bepaald? Fast forward van 12 jaar naar 18 jaar, dus 6 jaar later. Het jaar 1999, toen ik aan de Universiteit Gent Germaanse talen ging studeren. Hier heet dat Nederlandistiek, maar dat is meer dan Nederlandistiek. Moet je kiezen uit twee Germaanse talen. Bij mij waren dat Nederlands en Engels. Aan de Universiteit Gent, ook daar, moesten we tot mijn verbazing nog steeds lijsten, blokken, uit het hoofd leren, waarin Vlaamse woorden in de ban werden gedaan. Achteraf ben ik stom verbaasd dat niemand van ons in opstand kwam. Niet dat we een tweede Belgische of Vlaamse revolutie moesten ontketenen, maar waarom waren we niet kritischer? Waarom zeiden we niet, hé, là-bas, wacht eens even, wie zegt dat die woorden fout zouden zijn, gewoon omdat ze Vlaams zijn? Wie heeft dat eigenlijk bepaald? De tijd, denk ik achteraf, was nog niet rijp voor zulk protest. Veel van onze professoren dweepten met Nederland. Dat ze als het gidsland zagen op maatschappelijk en ook op taalkundig vlak. Sommigen van hen spraken zelfs met een Nederlands accent.
en raden ons aan om dat ook te doen. Dat is bij mij duidelijk niet gelukt. We maken opnieuw een sprong vooruit in de tijd naar het mooie jaar 2011, toen ik mijn roman debuut publiceerde bij De Bezige Bij Antwerpen, de Vlaamse tak van De Bezige Bij, die inmiddels is opgedoekt. Elke Vlaamse auteur heeft er ervaring mee. In het Nederlands dat hij schrijft, komt zo goed als altijd Vlaams idioom voor. Steeds moet daarbij de afweging worden gemaakt of de Noorderburen ons wel zullen begrijpen. Daarom waren wij er bezig bij voor alle drie de romans die ik er publiceerde, zowel de eindredacteur als de corrector, Nederlanders. In mijn debuut, Vurige Tong, wilde de corrector het woord ambetanterik vervangen door lastpak. Ik weigerde, omdat het woord lastpak uit de mond van een Vlaams personage volstrekt ongeloofwaardig klinkt. In mijn derde en meest recente roman Kwikzilver kwamen bij uitstek veel typisch Vlaamse woorden voor. Het boek ging over mijn meme, mijn grootmoeder dus, en mijn nonkels, en tantes en boterhammen met Amerikaan en de zetel van meme. Het woord zetel zag de corrector liever veranderd in fauteuil. Opnieuw weigerde ik, omdat mijn grootmoeder het nooit of te nimmer over haar fauteuil had gesproken. In hetzelfde boek was er een passage over haar hond, die op een zomerse zaterdag zijn duivels ontbond in de koeienweide van de achterbuur. Ik schreef daarover de volgende zin. Was het de hitte die hem het zot in zijn kop had gegeven? Suggestie van de Nederlandse corrector. Was het de hitte die hem tureluurs had gemaakt? Nou. Dacht ik. Dat zot in de kop blijft gewoon lekker staan. Het is niet alleen veel beeldender, maar heeft ook een mooi binnenrijm. Zot en kop. En bovendien, het is de taal die mijn familie en ik zelf gebruiken. Uiteraard streef ik er naar mijn boeken in een door iedereen zo begrijpelijk mogelijk Nederlands te schrijven. Maar als ik de keuze moet maken tussen de Noord-Nederlandse taalnorm en authenticiteit in mijn romans, dan kies ik en zal ik altijd kiezen voor dat laatste. Dank u wel. Zolang ik namelijk geen dialect gebruik, en dat zal ik niet doen, want dan loopt iedereen weg. Zolang ik namelijk geen dialect gebruik, geen West-Vlaamse woorden neerschrijf, wat ik nooit doe, zullen de Nederlandse lezers beslist kunnen volgen en zich niet eens storen aan die Vlaamse woorden. Ik vind dat van bijvoorbeeld De Bezige Bij, waar ik niet langer auteur ben, ik ben daar opgestapt, ik vind dat van De Bezige Bij zelfs een onderschatting van de Nederlandse lezer. Nu, ik denk dus dat Nederlanders zich inderdaad niet storen aan die Vlaamse woorden. Integendeel, waarschijnlijk zijn de tijden op dat vlak veranderd. Ook op taalkundig vlak is Nederland toch een stuk minder, misschien zelfs veel minder, het gidsland van vroeger. En dus hebben Nederlandse lezers niet meer zo sterk de neiging om op te kijken wanneer ze geconfronteerd worden met Belgicismen. Wie een auteur verwijt dat hij te Vlaams klinkt, die draagt toch het idee uit dat de taal van het noorden het enige echte Nederlands is. En zoals we hebben gezien, wat is Nederlands? Het Vlaams is het Vlaamse minderwaardige variant van het Nederlands. Vroeger werd dat vaak gedacht, ook door Vlamingen. Maar zoals ik zeg, de tijden zijn veranderd. Een voorbeeld daarvan is de publicatie in 2015 van het gele boekje van de Standaard, dat later verscheen van de krantenstandaard, dat later verscheen onder de titel Typisch Vlaams. Het ging hier nog steeds om een zeg niet dit, maar wel dat lijst, maar niet alles wat Vlaams was, was per definitie fout. Dat was ooit anders. Zo ontstond er na de publicatie, ik ga opnieuw naar de literatuur, na de publicatie van Het Verdriet van België van Hugo Claus in Nederland ophef over het taalgebruik van Hugo Claus. Ik citeer recensent ten Braven in 1986 in Vrij Nederland. Alleen al door het taalgebruik had ik de grootste moeite me er doorheen te martelen.
Ik vind het zelf ook smartelijk, maar ik heb blijkbaar geen orgaan voor het brabbel Nederlands waarin Klaus zich uitdrukt. Natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen als iemand een streekroman in een streektaal wil schrijven. Maar daarmee vervalt dan wel de pretentie van de schrijver een Nederlandstalige roman te hebben geproduceerd die in aanmerking komt voor de prijs der Nederlandse letteren. Potverdikke. Ja, dat is Vlaams. Een recensent die een meesterwerk een streekroman noemt omdat er veel Vlaamse woorden in voorkomen, ik zie het vandaag toch niet zo snel gebeuren. Het vele Vlaams bijvoorbeeld in het werk van Dimitri Verhulst is precies een van de redenen waarom hij in Nederland zo omarmd wordt. Hetzelfde geldt voor Griet Op de Beek, die haar zinnen doorspekt met ge en gij, maar geen Nederlander die daarover valt. Ze vinden dat Vlaams zelfs vaak hartstikke schattig. Lief en beter dan brabbel Nederlands, maar ik krijg het van zo'n opmerking hartstikke schattig wel toch een beetje op de heupen, omdat het nog steeds wat paternalistisch klinkt, maar zolang ik geen brabbel Nederlands hoor, ben ik al redelijk tevreden. De term brabbel Nederlands gebruiken of Vlaams een minderwaardige variant van het Nederlands vinden, zou getuigen van een ongelooflijke arrogantie. Inderdaad, er zijn Vlaamse woorden die een Nederlander niet vaak hoort, maar dat geldt ook in omgekeerde richting. Vlamingen hebben het nooit over jam, of pinnen, of patat, of ouwe hoeren, of bonbon. Maar niemand in Vlaanderen die daar in een boek van een Nederlander bezwaren tegen maakt. Ik vind die verschillen, en dat brengt me bij de titel van deze lezing, ik vind die verschillen tussen onze varianten van het Nederlands net een enorme rijkdom. Hoe meer woorden in onze taal ontdekken, hoe blijer we daar moeten om zijn. In plaats van verboden rood-groene lijstjes zou vandaag op elke school het boekje Gluren, waar is de camera? Hier. Gluren bij de buren van Heidi Aalbrecht en Pieter Wagenaar verplicht lesmateriaal moeten zijn. In dit boek ligt namelijk de nadruk op de schoonheid van onze taalverschillen. Ludo Permentier, een Vlaming, verwoordt het juist in zijn voorwoord. Hoe meer Nederlands, hoe beter. Of zoals een Nederlandse man op Twitter me afgelopen week schreef: dank voor deze nieuwe uitdrukking met de daver op het lijf lopen in je column in onze taal. Nog nooit gehoord. Kijk, daar word ik nu eens echt blij van. We spreken in Noord en Zuid dezelfde taal, met ons eigen idioom. En misschien moeten vooral Vlamingen ermee ophouden dat eigen idioom minderwaardig te vinden. Gelukkig krijgt mijn nichtje, die nu ook in het zesde leerjaar zit, geen welis-nietjes lijstjes meer te studeren. The times, they are a-changing. Multatuli, tot slot, was op dat vlak zijn tijd ver vooruit. Want, zo schreef hij, wanneer ik naga hoeveel uitdrukkingen van Vlaamse schrijvers in Holland niet begrepen of met afkeuring vreemd worden gevonden, moet ik vrezen dat ook mijn geschrijf voor de Vlamingen soms onverstaanbaar is. Deze gedachte is mij zeer onaangenaam. Vooral daar ik herken dat er van onze zuidelijke stamverwanten veel kan geleerd worden. Als men slechts ruimte genoeg van blik behoudt om te begrijpen dat een ons ongewone uitdrukking correct kan zijn en dat het onbesuisd afkeuren bekrompen is. Laten we, in de geest van de geweldige Multatuli, niet bekrompen zijn en niet minder, maar net meer Nederlands omarmen en elkaar nieuwsgierig blijven begluren. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een fantastisch congres, een fantastische week van het Nederlands. Dank u wel.